De kolonie van Edenia groeit en groeit en groeit. Goedemorgen, middag of avond. Hartstikke welkom. Welkom terug bij Banished. Ik hoop dat jullie dit nog een leuke serie vinden. Ik vind het nog steeds fantastisch om te spelen. Ik hoop dat jullie dat idee ook met me delen. Deze zouden we gelijk upgraden nu er nog geen storage in zit. Het is namelijk zo dat wanneer de trader heel veel spulletjes komt brengen in één klap, dan hebben we dat nodig hier. Dus vandaar. Nog steeds verzamelen we tallow en beeswax. Dat is ook helemaal fantastisch. Even kijken, de glassmaker hebben we de vorige keer inderdaad stilgezet. Dat is waar ook. Ik denk dat we deze uiteindelijk wel allemaal willen upgraden naar brickworks. Gewoon zodat ze ook bricks kunnen maken als we genoeg charcoal hebben. En dan kun je alle charcoal burners kun je dan zeg maar onder een brickmaker wegstoppen. Ik vind het nog steeds raar dat dit twee beroepen zijn, gezien het eigenlijk... Ja, je werkt beide met ovens en mallen en dat soort dingen, dus het is eigenlijk hetzelfde beroep. Maar goed, vooruit, wie ben ik om logica te betwisten? We hebben op dit moment echt meer dan zat foresters, dat gaat echt lekker. We zouden eventueel wel wat foresters af kunnen doen. Ik denk dat 4 op dit moment genoeg is, dan hebben we wat mensen in de labor pool. En zoals ik zei, ik wil ze voornamelijk terugzien op voedselberoepen. Even kijken, ook... Stonecutters hebben we eigenlijk wel wat minder nodig, denk ik. Alhoewel, we zijn wel druk aan het upgraden de hele tijd. En dat is ook belangrijk. Gatherers hebben we in ieder geval voldoende. We kunnen wel 2 extra fishermen gebruiken. Hebben we weer 1 extra laborer. Helemaal fantastisch. Deze is goed gevuld. Firewood is op zijn max. We zouden zelfs nog extra firewood kunnen inbrengen. Weet je wat? Laten we alle firewood inbrengen. Ik zeg gewoon 5000 firewood, alsjeblieft. We hebben namelijk enorm veel charcoal burners. En mensen hoeven echt niet te klagen dat ze het koud hebben. Het is -3. Mensen die hebben het huis helemaal bom en bom en bom vol met charcoal. En firewood is gewoon niet nodig. We hebben ook onze limieten verhoogd, zodat er extra logs en fuel binnenkomt. En alle firewood mag wat mij betreft hier naartoe. Dit is zeker geen slechte trade voor 4 value per stuk. Even kijken, krijgen we alweer wat laborers? Ja, Milbur is helaas overleden. Rip Wilbur. Milbur, ik las dat heel even als een W. 2 extra fishermen. Zo, wij gaan die voedselsituatie gaan wij toppen alsof er geen morgen meer is. Het sneeuwt nog een klein beetje in de late winter. Het is 0 graden buiten. Mensen die hebben de jas een klein beetje dicht. Maar mensen zijn wel een klein beetje gewend geraakt aan de kou inmiddels. We hebben 2 builders, zoals ik zei, dat wil ik zo laten. En het eerste, het beste wat ik wil zien is een trader die mij seeds kan bieden. Of een trader die mij livestock kan bieden. Een van beide zou ik fantastisch vinden. Ook langzaam maar zeker zie ik dat er brick roads gebouwd worden. Kijk, dat is toch fantastisch nieuws. Hoeveel bricks heb jij gemaakt? 57 afgelopen jaar. Zo'n influx van heel veel klei, dat helpt toch. En dat zul je altijd zien. Als er heel veel klei in de... Ja, klei is eigenlijk de limiterende factor wat betreft de brickmaker. Dus eigenlijk willen we hier wat meer... We willen meer klei hebben. En dat is op zich best te realiseren. Deze kunnen we eventueel omzetten naar klei. Of turtles en froglegs. Dat is natuurlijk ook handig. We maken op dit moment toch helemaal geen glas. Dus laten we deze omzetten naar klei. Dan kunnen we extra bricks maken. En deze kan eventueel natuurlijk een extra shoreman dragen. Zodat deze gewoon aan het werk kan blijven gaan. Helemaal fantastisch. Even zien, klei gaat hier de storage barn in. Ja, dat is op zich helemaal niet verkeerd. Deze kleine huisjes, die moeten toch echt geüpgrade worden. Want deze mensen verdienen het natuurlijk ook om een goed huis te hebben. Laten we even terugkijken bij de boarding house. Hoe ziet het eruit? Ja, hier, daar heb je het al. Physician is dood gegaan, helaas. We hebben geen laborer om die te vervangen. Dan, we hebben eigenlijk op dit moment nog even geen physician nodig. Maar we hebben extra laborer. Dus kijk, zo snel kan het gaan. Zo snel kan het gaan. We hebben echt de labor nodig. Dus het is heel goed dat wij extra huizen aan het bouwen zijn. Even zien, dit is een country house. Ja, dat was ook de bedoeling. Waar hebben die nieuwe 3 gebouwd? Dat was hier, ja. Deze wordt geüpgrade, jongens. Naar een nice country house. Dat is... echt helemaal fantastisch. We zullen zien hoe dat eruit ziet. En jullie zullen ook helemaal stijl achterover staan. Het is echt een fantastisch gebouw. Even kijken. Ja, jullie zijn druk aan het graven. Fantastisch. No labor. Oké, we raken wel mensen kwijt inderdaad. We hebben labor nodig. We hebben huizen nodig. We hebben extra man nodig. En daarmee ook extra voedsel.
Laten we... zullen we wooden houses bouwen? Dat is wel snel en makkelijk, hè? Nee, we bouwen gelijk country houses nu. Want we hebben glas en we hebben stenen en we hebben hout. Dus... eentje voor naast de school? Zeker geen slecht idee. Tot hoe ver reikt deze forester? Ja, we zitten een klein beetje hierin. Oké, wacht even. Dit is interessant. Nomads. We hebben nomads in de town hall. 12 man. Waaronder waarschijnlijk wat kinderen, maar waarschijnlijk ook laborers. Die brengen wel ziekte met zich mee, vaak. We hebben gelukkig een dokter, dus dat is helemaal geen probleem. En ze zijn... ze hebben geen educatie. Willen wij die hebben? 12 extra mondjes om te voeden. Dat is 12.000 voedsel per jaar extra. Of 1200, ik weet het niet meer. Volgens mij is het 100 pp per jaar. Maar dat zou een heel verschil zijn, inderdaad. Maar goed, hoe het ook zij... kunnen we wel even spieken trouwens. Production. Hoeveel is used elk jaar? Ja, dat is ongeveer 100 voedsel per persoon inderdaad. Dus dat klopt wel. Ik denk dat we ze toe gaan laten. Allow. We zullen zien dat de meesten dan in een boarding house gaan wonen. Want er zijn gewoonweg niet genoeg huizen. Dus we moeten druk huizen gaan bouwen. De trader is ook aangekomen. En die heeft cotton, leather en silk cocoons. Oké, silk cocoons, dat zie ik nog niet zitten. De fabrics en fiber trader. Een beetje leather is niet echt heel erg. Echter hebben we het ook niet echt hard nodig ofzo. Maar vooruit. Ik zal jullie humeuren. Laten we eerst even kijken hoe ver we hiermee komen. Zo, en beeswax. Zo. Nog 438, oké. 438, dat is 116. Oeh, ik zat er dichtbij. Ik zat er heel dichtbij. We kunnen dus een... als we hier deze een beetje naar beneden schroeven. Nee, niet op die manier. Weet je wat, we doen hier gewoon 26 van af. Even kijken, dan wordt het 28. Zo. Trade. Bedankt voor het komen. Tot de volgende keer. We hebben nu 7 laborers erbij, dus dat is wel goed. Die werken alleen niet zo efficiënt als dus inderdaad volledig geschoolde mensen. De baby's die gaan echter wel naar school hier van die nomaden. Dus dat kunnen we dan weer mooi meenemen. Reserve of iron is low. Oké. Houden we rekening mee. We hebben 8 laborers. Dus we laten alle voedselbaantjes. Fisherman is vol. Foresters mogen weer terug omhoog naar 8. Gatherers zijn vol. Herbalist, hebben we een extra herbalist nodig? Niet echt, hè? Nee. Hunters is ook vol. En we hebben dus inderdaad 3 man over. Dat is fantastisch. We kunnen een extra blacksmith gebruiken. Ik denk ook dat het niet verkeerd is om onze tools getopt te houden. Bovendien kan het helemaal geen kwaad. Even kijken, we moeten wel beide blacksmiths natuurlijk educated zijn. Deze is educated en deze is ook educated. Fantastisch. We hebben wat kool nodig binnenkort om joists te maken en om steel tools te maken. Lijkt me zeker geen verkeerd idee om daar eens een keer naar te gaan kijken. Hier is echter niet genoeg ruimte voor een tweede mijn. Dus onze coal mine die moet echt van heel ver komen. Want we hebben hier geen heuveltjes meer. We hebben geen heuveltjes meer om een mijn tegenaan te plaatsen. Als we even rondkijken. Nee, helemaal niks. Geen bergje. Oh jongens, dat is hier. Hier pas weer. Hier is een klein heuveltje. En ik betwijfel dat er een mijn in past. Helemaal hier zijn natuurlijk de grote bergen. Langs de zijkant van de map. Nee, dan wordt het echt... vanaf het nieuwe gedeelte, als we de farming shit kunnen opzetten, dan wordt het in één keer interessant. Hier zit heel wat mensen in op dit moment, dus we hebben echt country houses nodig, jongens. We hebben country houses. Ik zeg telkens country, ik weet dat ik dat verkeerd zeg, maar ik ga niet... het is moeilijk om zeg maar Nederlands te spreken en dan je best te doen om af en toe een Engels woord ertussen te gooien. Dan heb je echt een uitspraak van heb ik jou daar. Dus ik hou het gewoon lekker op zijn Nederlands. Een country house. Ja, een country house. Zo, weggetje daar achteraan gelegd. Hier komen 2 country houses bij. Kijk, dan heb je dat. Dan moet je even pauzeren. Dan kun je wat zeggen. En dan moet je weer doorgaan met Nederlands. Dat is heel erg vervelend. Goed, we hebben vet veel fuel. We hebben echt vet veel fuel. Allemaal charcoal. Dat gebruiken we ook in onze industrie. Dus dat is echt fantastisch. Laten we deze langzaam toch gaan upgraden naar brickworkers. Daar hebben we zand voor nodig. En als het goed is hebben we nog wel wat zand. Waar is ons zand? Laten we even kijken bij de town hall. Inventory. Sand.
77 zand. Dat betekent dat we minimaal eentje hiervan kunnen upgraden naar een brickworker. Laten we diegene pakken die bij de quarry staat. Dat is alles behalve logisch, want hier is geen klei in de buurt. Dus laten we die niet pakken. Nee, we pakken gewoon deze. Hoppa. Dan mag er één charcoal burner weg, mag er één brickmaker bij. En dan gaan we daar straks geen bricks maken, maar gewoon ook charcoal. Of wel bricks. Nee, bricks dat is denk ik niet nodig, gezien het feit dat we altijd een klei tekort hebben. We hebben echt meer kleigravers nodig. Dat is sowieso een feit. En dus ook weer een zandgraver. Ik denk dat het eerste is wat we nu gaan toevoegen. Shoreman. Waar kan die? Kan die hier nog? Nee, hè? Dat is iets te krap allemaal. Kan er hier eentje bij? Nee, dan zullen we moeten draaien. En dan wordt het hier op zijn vroegst. Hier. 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 Waar dan wel? Hier. Oké. Okay. Hier kunnen we wel twee shorehouses op rij, inderdaad. Dan doen we dat gewoon. Twee shorehouses op rij. We maken er eventjes een weggetje. Gewoon een simpel dirt road. Naar hier. Zo. Hier kunnen wat huizen bij staan. We kunnen hier wel wat mensen inderdaad toevoegen. Wat we binnenkort echt nodig hebben is extra voedsel. Dus laten we even gaan kijken naar het toevoegen van extra apiary. Ik denk dat het helemaal geen verkeerd idee is. Extra apiary. Kan hier heel mooi staan. Kijk. Dan krijgen we ook weer wat beeswax om mee te ruilen. Dus dat is ook helemaal geen slecht idee. Even kijken, wat hebben we dan nog meer? We zitten op dit moment aardig goed. We hebben dus een brickmaker die nog geen werk heeft. Maar dat komt binnenkort wel. Die zal hier dan ook gewoon charcoal gaan burnen. Maar dan hebben we alles maar onder één noemer. Gewoon brickmaker. Dan weten we waar we aan toe zijn. Wat kunnen we gebruiken om extra voedsel te maken? Een extra gatherer zou absoluut geen overbodige luxe zijn. Dan maken we hier, denk ik, ook weer een forest node. Ja, ik denk dat dit helemaal niet slecht is. Hier hebben we dan onze forester. Die kan dan tot daar. Als we deze inderdaad dan hier ongeveer neerzetten, dan komt alles goed. We pinnen jou eventjes, zodat we die cirkel kunnen blijven zien. Alhoewel, we kunnen hem slecht zien, de cirkel. Gezien het feit dat er inderdaad allemaal bomen voor staan. Hij komt ongeveer hier. Ongeveer hier. Oké. Nieuwe foresters node is dus wat we gaan doen op dit moment. Resources, nieuwe forester, die zal dan ongeveer hier komen. En dat is een perfect plekje. Ze overlappen elkaar een klein beetje, maar niet heel ernstig. Doen we dan dezelfde indeling als deze. Even zien, forester staat dan inderdaad zo. Dit is de forester, laten we deze letterlijk opschuiven totdat we net buiten zijn cirkel zijn. Klik. Kijk, dan doen we dat gewoon. We zetten er een stokpaal naast. En we zien, deze stokpaal mag dan van hier tot hier, plus eentje minder. 3x5 was het altijd, ja. Het is niet een hele grote stokpijl, maar het werkt. Dan bouwen we een weggetje van hier naar hier. Zo. Dan moet hier een barn komen te staan uiteraard. Dit is de grootte van de Foresters Lodge. Komt net tot aan hier, dus dat is fantastisch. Zetten we een gigantische barn hier neer, zodat we hier alles kunnen storen. Ook natuurlijk weer een butcher naast de barn. Ik denk dat wij wel weten hoe dit ongeveer gaat tegenwoordig. Hier loopt een weggetje, merk ik. Oh, die weg heb ik net geplaatst. Ik ben ook zo'n sukkel. Hier, storage barn. En daarnaast komt dan een butcher. Een deer butcher. Deze. Deer butcher. Past die hier tussen? Nee, hè? Nee, net niet. Dan zullen we een klein stukje weg moeten weghalen. Weg moeten weghalen. Dat is wel brick road. Dat wil ik niet weghalen. Dat is... Nee. We zetten hem gewoon aan de... Oh, dat is een llama butcher. We zetten hem gewoon hier neer. Kijk. Deer butcher. Fantastisch. Foresters Lodge, wat willen we hier natuurlijk nog meer? We willen natuurlijk een hunter. Hier tegenover. Zo, tegenover de forester. Even kijken of dat allemaal nog klopt. Ja, dat past precies, mooi. Wat willen we dan natuurlijk daar tegenover? Een gatherer, hoppa. Zo. Keurig, heel erg keurig. Voor nu dirt roads, we gaan dit later allemaal upgraden naar brick. Alles wordt uiteindelijk brick. Zo, fantastisch. Dat wordt gebouwd. We hebben extra mensen. We kunnen ze ook gelijk daar indelen. Wat hebben we dan wel nodig hier? Uiteraard huizen. Extra huizen. Hier is een prachtig plekje van 3x3 volgens mij. Of is het 2x2? Het is 2x2. Daar kunnen we eigenlijk alleen maar zo'n tiny shack in kwijt. En dat wil ik... Ik wil eigenlijk deze vermijden nu.
We zijn wel een beetje voorbij de tiny shacks. Town Abode past inderdaad net niet, want die is 3 breed. Een large residence kun je wel op je buik schrijven. Dus laten we hier gewoon country houses plaatsen langs de kust. Zo. Hier één, hier nog één. Zo. En dat zal ook weer voor een mooie influx van voedsel zorgen. Dus laten we hier gelijk een hele bende aan huizen plaatsen. Dit wordt allemaal wel gebouwd. Dat gaat fantastisch. We hebben in één keer enorm veel material. En ik weet niet waar het van komt, deze materials. Glas is een van onze materials, dat snap ik. Maple sap hebben we, 666. Ik weet niet precies waarom. Beeswax hebben we mooi veel van. Dat zou eigenlijk naar onze trader gebracht moeten worden, uiteraard. Beeswax. Laten we een extra trader aanstellen. Volgens mij redt hij het niet helemaal. Zonder... Oh, over trader gesproken. Daar hebben we de beste man. Of vrouw. Lorestar de Planter. Kijk. Nu wordt het interessant. Cotton seeds. Cotton seeds wil ik hebben. Einde verhaal. Cotton kun je namelijk farmen. Trade. Zodat je hele mooie kleren kan maken. En peach seeds. Peach seeds, dat is voor orchards. En orchards, dat is een boomgaard, zeg maar. Willen wij een boomgaard met peach seeds? Ik denk het wel. Ik denk het wel. We gaan in één keer keihard blut. Maar ik denk dat ik hem wil. Even zien. Dat is bijna 1000. Ja, overpaying bij 500. Dus dan wordt het 825 even uit mijn hoofd. Nee, niet helemaal. 875 dan. Ja. Trade. Dismiss. Fantastisch, dankjewel. Ik ben vergeten om een custom order in te vullen. Dat had ik even moeten doen. Je kunt namelijk zeggen van, hey, bring me never. En dan staat hier een heel lijstje. En dan kun je bijvoorbeeld klikken op, oké, ik heb nu peach seeds. Dus bring me never peach seeds. Dat zou natuurlijk een optie zijn. Ik weet niet of het zo werkt, maar het zou zo'n leuke optie zijn. Je kunt natuurlijk ook custom orders doen voor alles behalve peach seeds. Alleen dat is nogal een gedoe om alles aan te klikken en zo. We hebben nu seeds, jongens. Dus we kunnen nu inderdaad cotton en orchards gaan planten. En ik denk dat wij hier een orchard willen midden in het centrum. Food production. Orchard types. Oh, we kunnen een standard orchard. Dense orchard. 2x2. Oké, deze is dus heel erg... Deze is 3x2. En deze is 2x2. Ofwel, de bomen staan echt heel dicht op elkaar. En ik denk dat hier een prachtig plekje is voor een orchard. Kijk. Prachtige, mooi... Oh, hoe groot kunnen we deze maximaal maken? 30. 30 bij 30 is volgens mij de max. Alleen dat past natuurlijk hier niet helemaal. Heb je ook heel veel band voor nodig om dat te onderhouden. Laten we beginnen met een 10x10. Zo, 10x10. Dense orchard. Kunnen we prachtige boompjes gaan planten. We kunnen hier een kleine stockpile tussen plaatsen. Nu ik erover nadenk. Want stockpiles zijn altijd welkom. Zo. Hoppakee. Even zien, we hebben hier wel een barn in de buurt inderdaad. En hier wordt er ook eentje gebouwd. Dit gaat allemaal goed komen. We hebben straks enorm veel extra voedselproductie. En dat is natuurlijk fantastisch. Plus een extra forester, plus een extra butcher, plus noem het allemaal maar op. Dit gaat heel goed komen allemaal. Wat zit er op dit moment in de boarding house? Niemand. Fantastisch. Dat willen we heel graag zien, dat er niemand in de boarding house zit. Dus als we eventjes gaan kijken naar het upgraden van bepaalde huizen. Ellie woont alleen. Jammer. Jij bent ook alleen. Dikke jammer. Gaan we ergens samen wonen. Niet in de boarding house, alsjeblieft. Eén iemand is dakloos op het moment. Dus die gaat waarschijnlijk wel in de boarding house wonen. En één iemand heeft geen baan. Wie is dat? Een brickmaker. Oké. Vind ik niet zo erg. Je hebt een huis gevonden zonder dat je in de boarding house bent gaan wonen. Fantastisch. We lopen voor op huizen. Voedsel is nog steeds onder controle. Dat is ook fantastisch. En even kijken. We hebben hier de charcoal burner. Die is hier nog druk bezig met het maken van charcoal. Iedereen is blij en warm. Loopt wel een klein beetje achter wat charcoal betreft. Maar dat komt natuurlijk omdat we allemaal nieuwe huizen bouwen. Plus het feit dat we firewood nog steeds afnemen van de populatie. Is ook niet geheel onbelangrijk. Even zien. Deze storage warehouse die zit bomvol met spul. Ook fantastisch. Hier is een kleine. Is ook niet bomvol. Maar goed. Deze moet nou echt gebouwd gaan worden binnenkort. Ik weet niet wat onze builders aan het doen zijn op dit moment. Is working. Waaraan? Oh, aan de brick roads. Oké, onze builders die zijn de brick roads aan het leggen. Fantastisch. Waar is onze andere builder? Oh, we hebben maar één builder op het moment. Nee, deze is ook aan het werk.
En wat doe jij precies voor werk? Je bent ook brick roads aan het leggen. Ze zijn keihard brick roads aan het leggen. Dat kan ik waarderen, absoluut. Maar we moeten nou toch binnenkort echt eens eventjes die charcoal burner weer opzetten. Want we zitten nu een klein beetje in een crisis dat we straks te weinig charcoal hebben. Denk ik. Maar goed, maakt niet uit verder. Je inzet wordt hartstikke goed gewaardeerd. Kijk, dit dan. Dit is een nice country house. En die kun je upgraden met lamp oil naar een fancy country house. Lamp oil en joists. Dat hebben we helaas niet. Lamp oil en joists. Joists kunnen we wel maken, maar daar hebben we kool voor nodig. Moeten we de mijn even tijdelijk omzetten naar kool. Is op zich ook niet een heel slecht idee. We hebben twee blacksmiths en twee tailors op dit moment. Of nee, niet twee tailors, maar we zitten wel aan onze limiet wat hun productie betreft. Kunnen we de limiet omhoog gooien? Dat kunnen we zeker. En ik denk dat we dat ook gaan doen. Ook voor herbs en voor clothes en voor alcohol. Produceren we nog niet, maar dat gaat binnenkort wel goed komen. Deze orchard die wordt hier gebouwd. Peach. Ik weet niet wat we allemaal kunnen met peach, maar het is wel een fantastische voedselsource uiteraard. En voedsel is altijd welkom. Extra voedsel is altijd welkom in Banished. Goed, dit gaat echt ontzettend goed. We hebben twee builders, we hebben 7 laborers, we hebben mensen zat. We kunnen extra beekeepers aanstellen voor extra voedsel. We kunnen even zien, die extra brickmaker hebben we al. Chandlers, we kunnen binnenkort eens gaan kijken naar het maken van candles. Is niet echt heel erg interessant, behalve voor deep mines en deeper mines. Een extra herbalist mag erbij, nu we inderdaad meerdere herbs nodig gaan hebben. En die zullen toch gewoon niks doen als ze even niks te doen hebben. Hunters hebben we straks 4 extra van nodig. En hunters krijgen voorrang wat mij betreft. Gatherers zijn beter, maar hunters krijgen voorrang. Even kijken. Laten we die voor nu nog maar even niet doen. Voor het geval dat iemand doodgaat. Miners zit goed. Monks, physicians, dat is allemaal goed. Roper. Binnenkort gaan we ook natuurlijk ropes willen gaan doen. Shoreman. Ja, we hebben die twee huisjes af uiteraard. Hier gebeurt gewoon nog helemaal niks. Laten we dit eventjes omhoog cranken. Zo. We willen er eentje voor zand hebben inderdaad. Zand is niet verkeerd om te hebben. En we willen er die derde willen we ook gewoon voor clay. Dus nu wordt het weer eerlijk verdeeld. Zo. Iedereen krijgt nu een baantje hier. Helemaal geweldig. Onze extra apiary die is af. Ook helemaal geweldig. Even zien. Teachers, dat is prima. Traders, vendors. Windners om wijn te maken. Oeh, dat is interessant. Ik denk dat we op dit moment helemaal goed zitten. We hebben straks gewoon extra... Even zien, 4 extra foresters, 4 extra gatherers en 4 extra hunters nodig. En dat is het. En als we dat straks hebben, dan gaat het helemaal goed komen. Dit wordt gecleared en wordt gebouwd. Duurt alleen even. Ik weet niet waar onze laborers mee bezig zijn op het moment. Natuurlijk, met die gigantische taak van dit allemaal ophalen. Oei, dat was ik glad vergeten dat we dat ingesteld hebben. Dus we moeten nu alles wat we willen bouwen prioritiseren. Ik zeg het nog steeds, prioritiseren. Ja, zo. Doe dit maar, jongens. Doe dit maar. Hoppa. Dat heeft voorrang nu. Dat steen en ijzer, dat komt wel. Ik bedoel, we hebben trouwens... Het is zoveel wat we allemaal hebben gemarkeerd om op te halen. Dat zelfs in de winter hebben ze gewoon doorgewerkt. En ze hebben het gewoon allemaal overleefd. Nou, dat is toch fantastisch. We kunnen hier overbruggen trouwens, nu ik het zie. Voor een hele makkelijke, goede, mooie mijn. Hier is een mooi plaatsje voor misschien wel 2 mijnen in deze berg. Ik denk dat het binnenkort tijd wordt om hier een bruggetje te gaan maken. Mensen worden geboren alsof er geen morgen meer is. Het is echt, ik weet niet wat de mensen gedaan hebben afgelopen winter. Maar het was waarschijnlijk heel erg koud. Deze huizen worden nog gesloopt. Er zit op dit moment niemand in de boarding house. Nee. Mooi, niemand in de boarding house is exact zoals we het willen. En voor je het weet ben je alweer een half uur aan het lullen. Ik doe het even zo, zodat jullie ook kunnen zien. Het is wel fijn om af en toe gewoon even naar je stad te kijken hoe het loopt en zo. Zonder dat dit allemaal in de weg staat. Voor de mensen die denken, hoe doet hij dat zo snel? Dat is met 1, 2 en 4 shortcuts. Beetje vervelend, maar het werkt. Je moet dus zeg maar eerst op F2 drukken en dan 1, 2, 4 en dan weer op F2. En dat maakt het wel een beetje onhandig om het snel te doen. Maar goed, vooruit. Hey, het werkt. Ik heb een half uur lopen lullen en we hebben helaas niet al te veel klaar gekregen in deze episode. We zitten ook, wat onze tweede kerkje betreft, alweer aardig vol. We kunnen nog even naar de merchant kijken. Cotton, linen, silk en flax. Niet erg heel interessant voor mij op dit moment. Dismiss. Nee, wat we in het begin straks nodig hebben is, we hebben wel flax nodig. En we hebben straks
Oh, deze tiny houses worden eindelijk geüpgraded. Fantastisch. We hebben straks een flax nodig en we hebben straks ropes nodig om natuurlijk de tailor te upgraden. Want dan kunnen we echt mooie kleren maken van cotton. En we hebben nu cotton seeds, dus dat is zeker niet verkeerd. Volgende keer gaan we even kijken naar het maken van deze orchard. Wat we hiermee gaan doen, wat we hiervoor nodig hebben. Waarschijnlijk een paar farmers. Want je hebt volgens mij geen orchard keeper of iets dergelijks. Of een tree whisperer. Het zou kunnen dat het foresters zijn, maar het lijkt me sterk. Goed, dit wordt dan inderdaad geregeld. Het is bijna klaar. En dan gaan we de volgende keer eens even kijken naar de opties. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer bij Creamy TV.